De zomervakantie die staat op het punt van beginnen. Sommige scholen in Brabant die sloten gisteren het jaar al af. Maar er zijn nog kinderen die één dagje naar school moeten. Zoals in Schijndel. En voor ons is daar verslaggever Noël van Hoofd. Ja, Noël, zijn ze er bijna klaar voor daar? Ze zijn er zeker klaar voor, Mart. De afgelopen week hebben ze het al rustig aangedaan vanwege de tropische temperaturen. En nu is het nog een half uurtje dat deze 420 leerlingen van de Beemt en de Kring vrij zijn. Ja, en ze zijn echt toe aan die vakantie, want die vakantie heeft heel lang op zich laten wachten. We hebben eens in de zoveel jaar hebben we de vrij lange periode, tot eind juli, dat we dan de les hebben. Ja, dat is dit jaar inderdaad. En dan is het even doorbikkelen, hè? Zo heet dat. Het heeft echt te lang geduurd voor de kinderen. Maar goed, we zitten er nog, hè? En we gaan vandaag nog even de ochtendje genieten. De laatste schooldag, hoe vind je dat? Ja, leuk. Waarom dan? We hebben vandaag picknick en workshops. En hoe is de laatste schooldag? Superleuk. Omdat we nou geen school hebben. Eigenlijk zouden we vandaag heel de dag naar buiten toe gaan. Maar vanmorgen met de onweer en we zouden heel de dag in de bossen zitten, hebben we gezegd van nou, dat gaan we niet doen. Dus we gaan de dag anders invullen. Bingo! Bingo! Hebben jullie wel zin in de vakantie? Ja! Of blijven jullie gewoon liever... Nee! Nee! Ik vind het stom, want ik wil langer op school zijn. Waarom dan? Omdat ik het leuk vind. Heb je zin in de vakantie? Ja, heel erg. We gaan dadelijk, na school gaan we al op vakantie. En dat vind ik wel heel erg leuk. Nou, bijna zover, half uurtje zeg je nog. Noël, wat gaat er nog gebeuren? Ja, ze sluiten hier nu gezamenlijk het schooljaar af. En dat gebeurt met een dansje, met afscheid van een aantal juffen, met wat toespraken. En dan sluiten ze dadelijk echt af over een half uurtje met het schoollied. En dan mogen de ouders de kinderen voor 6 weken mee naar huis nemen.